vandaag zijn we zondag. Vanmiddag ga ik gaan werken, maar eerst komt mijn broer nog eten. Ik ga eerst ook nog een paar video's bewerken. Maar daarvoor heb ik mijn bureaustoel nodig. En ik heb gisteravond al mijn kleren opgegooid, dus... Ik had ook even mijn ramen opgezet, die gaan we vlog doen. Want het regent buiten. Mijn plantje is nog altijd heel slecht eraan toe. Tijd voor een nieuw briefje. Oh, deze vind ik ook wel leuk. Zou zo mooi zijn in je bullet journal als achtergrondje of zo. Deze is van Zitsalto. En nu ontbijten. Tijd om kleren te passen van de H&M. Ik heb er een aantal gekocht en ik heb er al een aantal gepast, maar ik hoor ze nog eens passen voor de camera en voor de spiegel. Dit is een jas. Achter je jack. Ik ben hem zo heel 1990. Het doet mij ook een beetje denken aan zo'n Tommy Hilfiger jacket. Maar ik weet niet of dat hij mij zo papi staat of wel cool, you know? Zo vind ik hem wel cool. Maar toen was hij zo'n beetje pappig. I don't know. Ja, dit is de grootste. Ik had die in twee maten gekocht, maar die is de grootste. Deze sportbra heb ik gekocht, maar deze ga ik niet meer passen op camera, want die past gewoon. Dit is de grootste maat van deze trui die ik vond in Oslo. En dit is de kleinste maat. Deze vind ik precies net iets beter. Mijn broer kwam deze morgen. Ik heb bij Pokémon Go. Mijn broer kwam deze morgen. Voordat hij kwam heb ik een video uit Let's Go Eevee gespeeld. Daarna ben ik midden van zijn bezoekje weggegaan om te werken. En nu heb ik nog een beetje Let's Go Eevee gespeeld. Wat heb ik nog? Gegeten en nu ga ik een douche pakken. Het is 7:10, dus ik heb nog even tijd om soep te maken voor deze week. En dit handige ding waarin mijn haar zit, dat komt uit de Decathlon echt super gemakkelijk. Dan kan het gewoon allemaal even zo rusten, zonder dat heel mijn nek nat is of mijn pyjama. Straks nog even de lader moeten zoeken van mijn vlogcamera. Maar eerst gaan we mijn computerscherm opstarten, zodat ik kan kijken naar Temptation terwijl ik deze rommelboel opruim. Ook even een voor- en een na-shot. Dit is voor. Temptation is uitgekeken en mijn kamer ziet er echt al een stuk netter uit. Ik zal het jullie even laten zien. Ik heb niet super veel moeite gestoken in mijn bed omdat ik toch direct ga slapen. Mijn kussen, orde trekt op niks. Maar het is wel mooie hoesjes. Ali en Primark. Mijn boeken. En er ligt hier zo'n wolkjes, lichtjes slinger. Hier ziet het er misschien nog even onordelijk uit, maar het is echt al een stuk beter.
Hier staat er zelf niks meer. Zelf onder mijn broek is het iets ordelijker. En hier hangt er een konijnenslinger.